Goedendag, ik ben Rob van Duinen en ik ben fysiotherapeut bij de website Fysiotransparant. Ik wil het met u gaan hebben over staan. Staan, dat gebeurt onder andere tijdens het afwassen, dat je langere tijd in een houding staat of bijvoorbeeld bij het strijken. En bij dat staan kunnen klachten zich ontwikkelen en dat is bijvoorbeeld van de lage rug, van de middenrug, van de nek, van de schouders. Dus het is van belang ook om op een aantal punten te letten om die klachten te voorkomen. Het eerste punt is dat je let op de lage rug. Dat je je lage rug in een middenstand, de neutrale stand houdt. Dus, en dat is tussen hol en bol in. Dus tussen hol en bol in. Daartussenin houden, dat is een neutrale stand. En dan iets je buikspier aanspannen. Dat doe je door je navel in te trekken. Daarmee creëer je eigenlijk een vast punt voor die lage rugwervels. Dat ze zo goed mogelijk beschermd zijn tegen overbelasting. Ook is het, als je dan staat, dat je niet draait en bukt in die lage rug. Maar dat je je voet in de richting zet waar je iets wil pakken. En dan hou je eigenlijk ook weer die rug recht. En dus je zet de voet in die richting, je pakt iets. En weer terug. En de andere kant hetzelfde. Dus op die manier hou je een rechte rug. Ook op je schouders letten, dat je niet met te hoge schouders aan het werk bent, maar ontspannen en laag houden, de schouders. Als je lang staat, dus wat je met afwassen doet bijvoorbeeld, dan is het ook van belang dat je in die lage rug, in die werveltjes, dat je wat beweging creëert. En dat kan je doen onder andere door het kastje open te zetten en de voeten in te zetten. En dan je bent bezig en dan na een paar minuten wissel je af en zet je de andere voet erin. Het strijken kan je dat ook creëren door een klein voetenbankje te gebruiken. Waar je afwisselend je ene voet en je andere voet opzet. Wat er dus gebeurt is dus een drukvariatie in die lage rugwerveltjes. Waardoor dat minder irritatie heeft, dus je varieert de druk en de overbelasting voorkom je ermee. Wat ook kan is kleine oefeningetjes doen. En dat is je rug hol en bol maken bijvoorbeeld. Of de ene hak omhoog, de andere hak omhoog. Dus je bent bezig zo en je doet kleine oefeningetjes, hol en bol maken, de ene hak omhoog, de andere hak omhoog, om de paar minuten. Hetzelfde idee is dat. Dus dat je wat drukvariatie geeft in die lage rug. Je kan het natuurlijk ook, als je lang bezig bent, dat je zegt, nou, na 5 of 10 minuten ga ik even wat anders doen. En daarna ga ik weer verder met afwassen of met strijken. Dus dat je zo even het eenzijdige werk van het staan afwisselt met andere werkzaamheden. Goed, als laatste wil ik nog aangeven dat je rustig werkt. Dus dat je niet te gehaast bezig bent, want als je je haast, vergeet je eigenlijk de punten waar we het net over gehad hebben. Als u meer wil weten over dit onderwerp, kunt u dit nakijken op de website Fysiotransparant.